Hoi, ik ben Jeroen en dit is de allernieuwste VP Today. Met vandaag, Cocu moet vrezen voor toekomst, Gutierrez bijna inzetbaar, Hendrik stookt vuurtje met Ajax op en voetbalweekend op losse schroeven. Voor wie het nog niet was opgevallen, het gaat niet lekker met Philip Cocu bij Fenerbahçe. Zijn toekomst hangt aan een zijden draadje. Oh shit! Oh! De eerste vier wedstrijden heeft onze landgenoot drie keer verloren en dan weet je hoe laat het is. En Sky Sports meldt nu dat Fenerbahçe Carlos Carvajal op het oog heeft als mogelijke opvolger van Philip Cocu. De voormalig trainer van Swansea City zou bovenaan het lijstje staan. Daarnaast heeft voorzitter Ali Koç bekendgemaakt dat Cocu geen ontslagvergoeding krijgt van 7,5 miljoen mocht hij worden ontslagen. Dit gerucht deed een tijdje de ronde in Turkse media, maar wordt nu dus ontkend door Koç. En alleen al het feit dat dit wordt ontkend, het feit dat dit naar buiten wordt gebracht, betekent volgens mij geen goed nieuws voor Cocu. Goed nieuws voor PSV. Erik Gutierrez komt eraan. Het lijkt erop dat de Mexicaan komende zaterdag al inzetbaar is tegen ADO Den Haag. De werkvergunning is bijna binnen en als het goed is traint Gutierrez vanaf morgen mee met de Eindhovenaren. En hij is ook helemaal fit, want hij speelde vorige week nog 60 minuten mee in de interland tussen Mexico en Uruguay. We blijven nog even bij PSV, want middenvelder Jorrit Hendrik stookt het vuurtje richting concurrent Ajax aardig op. In een interview met de VI bespreekt hij de titelstrijd van dit seizoen en geeft hij aan dat hij het prima vindt dat Ajax wordt gezien als titelkandidaat numero 1. En hij gooit alvast wat olie op het vuur door te zeggen, en ik citeer: als topclub moet je nou eenmaal eens in de zoveel tijd een prijs pakken. Dat is hen niet gelukt. Dat ze nu zulke bedragen betalen, geeft aan dat de nood daar hoog is. En tot slot, verontrustend nieuws dat net binnenkomt. De KNVB laat weten dat het onzeker is of de wedstrijden in betaald voetbal door kunnen gaan dit weekend. Dit in verband met de op handen zijnde politiestaking. De politie dreigt met een grote staking dit weekend. En deze is dusdanig groot dat de veiligheid van de supporters wellicht niet gegarandeerd kan worden. Ga godverdomme zijn je werk! Ga eens wat doen! Het is dus nog even afwachten of de bal überhaupt gaat rollen dit weekend. Jongens, dit was hem. De VP Today voor vandaag. Thanks voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het tof vond. En voor de rest zou ik zeggen, abonneer op het kanaal van Voetbal Primeur. Later!